Van veel sporters die stoppen, krijg ik de vraag: hoe doe ik dat eigenlijk? Stoppen en vervolgens weer doorgaan. Eigenlijk hangt het heel erg af van de persoon die je bent. Eigenlijk net zoals in de natuur. Ben je relaxed en wacht je rustig af? Of ga je liever op onderzoek uit? Durf je jezelf te laten zien? Of zet je jezelf liever op de achtergrond? Hou je van structuur? Of begeef je je toch liever in de chaos? Ben je beschermend? Of kies je juist voor de aanval? Ben je liever op jezelf? Of ben je liever samen? Ben je trots en zelfverzekerd? Of toch nog een beetje onzeker en verlegen? Bewandel je de begaande paden? Of kies je juist je eigen pad en creëer je wat nieuws? Hou je wel van een risicootje? Of ben je liever heel beheerst en bedeesd? Durf je de sprong te wagen? Of ben je toch wat angstig en blijf je liever staan? Ben je een levensgenieter en leef je in het moment? Of ben je snel gestrest? Pak je graag het podium? Of ren je er liever voor weg? Ben je er als de kippen bij als er iets plaatsvindt? Of ben je vaak net wat te laat? Hoe belangrijk is vrijheid eigenlijk voor je? Dus kortom, wie ben je? En wat vind je belangrijk? Ga daar naar op zoek.